Hoi, in deze video gaan we het met je hebben over je rijlessen, je rijexamens en over wat er allemaal misgaat als je je rijbewijs wil halen. Ja, ik wist eigenlijk niet eens of ik kon rijden, dus... Ik werd een enkele keer zelfs gebloot tussen de rijles door. En 330 euro, omdat ik dan 10 lessen erbij moet betalen, dat heb ik gewoon niet gelijk. Jij weet straks precies hoe rijscholen je oplichten en wat jij ertegen kan doen. Dus gooi nu alvast een duimpje omhoog voor deze video. In een enquête op Insta vroegen we je waar je allemaal tegenaan loopt tijdens je rijles. 5000 mensen vulden de vragenlijst in en er werd 1000 keer geklaagd. Ja, het is geen officiële enquête, maar we konden wel wat met alle reacties. En jullie klaagden vooral over je rijinstructeur. Dat ze soms stopt tijdens de rijles bij de pomp om sigaretten te halen. En op een gegeven moment moest ik ergens op een afgelegen plek stoppen. Veel aandacht voor de auto's om ons heen en sterke verhalen van het weekend. En toen vertelde mijn rijinstructeur van oké, je kan een foto van mijn pinpas maken. En hier moet je dat gat naartoe sturen. Ik werd een enkele keer zelfs gebloot tussen de rijles door. Daarnaast werd hij ook gelijk boos als ik één ding fout deed. Of instructeurs die schreeuwen, geen feedback geven of juist super negatief zijn. Ja, en we hoorden ook over instructeurs die tijdens het rijden bellen, spelletjes spelen op hun telefoon of zelfs roken. En hij zat heel vaak op zijn telefoon, altijd op Facebook. Soms zelfs aan het bellen en aan het appen. Was hij foto's aan het doen, spelletjes aan het spelen of video's aan het laten zien. Kijk, dat je geen klik hebt, dat kan gebeuren. Maar dat roken, bellen, gamen, dat hebben we even voor je uitgezocht. Ja, en een instructeur mag dus gewoon tijdens een rijles zijn telefoon gebruiken. Alleen als hij het stuur echt vasthoudt, dan is het verboden. En wij gingen met jullie klachten langs organisaties waarbij rijscholen aangesloten zitten. Herkennen jullie dit probleem ook? Ja, wij horen ook wel eens die geluiden inderdaad. Het is ons een doorn in het oog. Er zijn heel vaak mensen die niet echt interesse voor dat vak hebben. Ja, en dit gaat vooral over slechte instructeurs. Maar er zijn dus ook instructeurs die onbevoegd zijn. Instructeurs die bijvoorbeeld geen geldig lesgeefpasje hebben. Mm-hmm. Zien jullie dat? Dat zien we gemiddeld zo'n 10 keer per maand. Dat mag natuurlijk absoluut niet. De belangrijkste eis is dat je inderdaad je lesbevoegdheid hebt. En ik wil iedereen dan ook oproepen om dat ook te checken aan het begin van zijn rijopleiding. Als je begint met je rijlessen, check of je instructeur wel bevoegd is om les te geven. Dat was het CBR, waar je op examen moet. Zij controleren instructeurs op zo'n geldig pasje. Ja, en als je als instructeur geen pasje hebt, dan ben je als leerling officieel de bestuurder van de auto. Dan ben je strafbaar, want je rijdt rond zonder rijbewijs. Hoe weet jij nou als leerling of je instructeur wel les mag geven? Nou, je kan bijvoorbeeld even om zijn pasje vragen. Maar als je dat niet durft, is er ook een website. Die hebben we even in de beschrijving gezet. En daar kun je de naam en de geboortedatum van je instructeur invullen. Het tweede probleem, stuntpakketten. Kijk bijvoorbeeld hier. Pakketten waarmee rijscholen je doen geloven dat je bijvoorbeeld binnen 20 lessen je examen kunt halen. Terwijl ze vaak ook wel weten dat het toch niet gaat lukken. Dat probleem had ook Katie. Ik heb een pakket van 20 lessen genomen. Toen je zo'n pakket kocht, hè, van 20 lessen, ja. Dacht je toen dat je zou slagen? Ja, zeker. Ja. Jij dacht, je bent hierna gewoon klaar en je hebt je rijbewijs. Ja, inderdaad. Toen dacht ik, oh nee. Dit kan echt niet. En 330 euro, omdat ik dan 10 lessen erbij moet betalen, dat heb ik gewoon niet gelijk. Dat is mijn hele salaris van 3 maanden. Daar heb je 3 maanden voor gewerkt? Daar heb je 3 maanden voor gewerkt. Gemiddeld heb je volgens het CBR 38 lessen nodig om te slagen. Maar vaak hoor je dan pas tijdens het rijden dat 20 lessen niet genoeg is en dat je veel losse lessen moet bijkopen. Wat je heel vaak ziet is dat er dan een klein aantal lesjes wordt aangeboden, inclusief examen. Alleen wat je dan moet realiseren is dat je na 10 lessen, behalve als je Max Verstappen bent, niet klaar bent voor het examen. Koop je zo'n stuntpakket, denk er dan aan dat je dan meestal vastzit aan je rijschool omdat er al een examen bij zit. Je moet dan losse lessen bijkopen totdat je goed genoeg bent om op examen te gaan. En check altijd wat er in jouw pakket zit. En vooral ook wat er niet in zit en wat je dus zelf nog moet kopen. Zoals een tussentijds toets of een examen. Examen doen is trouwens best wel duur. Je betaalt gemiddeld 250 euro en daarvan is 100 euro voor het CBR om examen te mogen doen en de rest is voor je rijschool. Sommige rijscholen rekenen niet 250 euro voor een examen, maar 400 of 450 euro. 200 euro meer dus die rechtstreeks de zakken van de rijschool ingaat. Ja, en er zijn zelfs instructeurs die hun leerlingen expres veel te vroeg examen laten doen. Wij spraken Sadet. Zij moest op examen, terwijl ze zelf aanvoelde dat ze er helemaal niet klaar voor was. Hey, en ben je in één keer geslaagd? Nee. Niet in één keer? Ja, ik moest er 4 keer over doen. Hoe ging het de eerste keer? Niet goed. Ja, ik heb niet gehaald. Ja, ik wist eigenlijk niet eens of ik kon rijden, dus... Je wist niet of je kon rijden? Ja.
Want? Ik deed nooit zelf iets in de ASO. Het werd altijd voorgezegd en ik deed het zoals hij het wou. Dat ik nu moest gaan remmen, dat ik een beetje moest gaan wachten, dat ik binnenspiegel, buitenspiegel en achteruit moest gaan kijken. En je hoeft eigenlijk niet eens voor jezelf na te denken? Ja. Dus ik wist nooit of ik het wel echt kon. Hij zei ook dat het een proefje was. Dus even dit keer proberen en als je het haalt, heb je geluk. Als je zakt, moet je extra lessen nemen. Maar ja, die had je sowieso al nodig. Maar door jou zo'n extra te vroeg examen te laten doen, harken zij dus wel gewoon extra geld binnen. Terwijl ze weten dat je het sowieso niet gaat halen. En bij het CBR zien ze dan iemand die examen doet die er nog helemaal niet klaar voor is. Ja, we hebben het afgelopen jaar ongeveer 130 keer per maand gezien dat een examinator, mijn collega, al meerdere keren moet ingrijpen voordat iemand hier het parkeerdek af is. Dus dan heb je al voordat je op de openbare weg bent, heb je al meerdere ingrepen gehad tijdens je rit. Ja, en dan moet je nog beginnen. Ja. Uit onze enquête blijkt dat ongeveer 1 op de 3 het gevoel had er voor het eerste examen nog niet klaar voor te zijn. Ja, en mede door al die extra examens zijn de wachttijden ook nu heel erg lang. Het duurt nu gemiddeld bijna 2 maanden voordat je op examen kan. En het gaat dus nog een jaar duren voordat al die wachttijden zijn opgelost. Waar moet je naartoe als je hierover wil klagen? Of over al die andere problemen? Als je bij een rijschool les die lid is van een brancheorganisatie, dan kun je dus daar terecht. Zij lossen dan jouw problemen op. Maar van de 8000 rijscholen in Nederland zijn er maar ongeveer 1100 aangesloten bij zo'n vereniging. Die andere 7000 dus niet. Maar wat moet je dan doen? Dat vroeg ik aan de minister. Nou, het wil niet zeggen dat alle rijscholen die niet bij zo'n brancheorganisatie zijn, dat die slecht zijn. Maar als er signalen zijn dat er ietsje niet bevalt, dan kun je bij het CBR terecht. Dan kun je bij de Consumentenbond terecht. Kun je dan bij het CBR terecht? Nee, dat kan niet. Het CBR heeft geen enkele zeggenschap over rijscholen. Wij zijn echt van de examens. Als het ministerie het eens zegt en jullie zeggen eigenlijk het ander, dan moet daar misschien beter gepraat worden of zo. Dat denk ik, ja. Als de minister dit zegt. Ja. Maar waar kan je dan wel terecht? Individuele klachten, ja, dat lossen wij niet op. Daar zijn wij niet voor. Nee, voor klachten over rijscholen of rijinstructeurs kun je niet bij de Nationale Ombudsman terecht. Helaas geen mogelijkheden om te helpen. Eigenlijk kunnen we niet echt iets voor je oplossen. Je ziet het is een doodlopende weg. Niemand luistert naar je klacht als je lest bij een van de bijna 7000 rijscholen die niet is aangesloten bij zo'n organisatie. Alle organisaties die u net heeft opgenomen, die zeggen we gaan er niet over. U moet weer naar een volgend station. Om te starten is altijd de website van het CBR. Zij zijn het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs. Om daar te kijken, er staan al heel veel tips op. En die hebben we gesproken en die zeggen, daar gaan we niet over. Ja, ik denk dat het goed is als de minister en het CBR eens samen gaan praten over wie er wel of niet verantwoordelijk is voor deze klachten. Wil je nou meer van dit soort video's zien? Abonneer je meteen op ons kanaal. En laat ons even weten waar we de volgende keer in moeten duiken. Doei! Doei!